Er wordt nog even volop getraind op de curlingbaan in Zoetermeer. Maar binnenkort zitten ze in het vliegtuig naar Canada. Marianne en Mark Neleman, broer en zus. Ze doen namens Nederland mee aan het wereldkampioenschap mixed double curling. Nederland heeft zich met broer en zus Neleman voor het eerst in de geschiedenis weten te plaatsen voor dit wereldkampioenschap. Het is voor de eerste keer dat er een team uit Nederland naar mixed doubles gaat. En ja, sowieso een WK, want met je gewone heren- of damesteam is een WK al moeilijk te halen. En ja, het is gewoon heel leuk dat we nu wel naar een WK kunnen. We hebben allebei een aantal keren al Nederlandse kampioenschap, of Europese kampioenschappen gespeeld ook. En dus in die zin aardig wat internationale ervaring. Wereldkampioenschap is nog wel even heel wat anders. Dus er doen 28 landen mee dadelijk bij onze discipline. Dus dat wordt flink aanpoten. Het WK is voor broer en zus Neleman een familieaangelegenheid. Maar ook vader Wim is in Canada van de partij. Hij reist af voor het WK voor senioren dat tegelijkertijd wordt gehouden. Neleman heeft tijdens zijn carrière 14 keer aan een Europees kampioenschap en 1 keer zelfs aan een WK meegedaan. Voor mij is het niet helemaal nieuw. Ik speel met een seniorenteam. En daar speel ik nu voor de 3e keer de wereldkampioenschappen, de senioren. En ooit in het verleden, maar dat is heel lang geleden, in 1994, heb ik wereldkampioenschappen gespeeld bij de regio, de normale kampioenschappen dan. Maar voor Mark en Marianne is het de allereerste keer dat ze wereldkampioenschappen spelen. En die hebben ze geselecteerd hier in Nederland. En dat is natuurlijk toch wel een heel mooi resultaat. Wanneer je bij, wat is het, de 24 beste, 24 landen aanwezig bent die daar wereldkampioenschappen spelen. Weliswaar in een nieuwe discipline die ongeveer zo'n 5 jaar op het ogenblik gespeeld wordt. Maar ja, dan moet je wel het beste van je land zijn en dan kom je tegen de toppers van de wereld. Er is een uitnodiging uitgegaan om in te schrijven voor de kwalificatie hier in Nederland voor het wereldkampioenschap. De heren, mijn vader ging met het seniorenteam al naar die wereldkampioenschappen toe. Dus hebben we gezegd, van, nou, dan is het leuk om te kijken of we daar ook mee naartoe kunnen. Dus hebben we ons ingeschreven en de kwalificatie hier in Nederland gespeeld en gewonnen. En, mijn ouders zijn lang geleden met curling begonnen. Mijn broertje is op zijn 14e geloof ik met curling begonnen. En ik 4, 5 jaar geleden toch maar eraan toegegeven. En ja, het is natuurlijk superleuk dat je dit als familie kan doen. De spelregels bij het mixed double curling zijn heel anders dan bij teamwedstrijden. Een team bestaat namelijk maar uit 1 man en 1 vrouw. De wedstrijden zijn korter en kunnen heel spectaculair zijn. Als je in het begin van de wedstrijd een goede voorsprong kan opbouwen, die wedstrijd sneller afgelopen, dan kan je die misschien beter vasthouden. En aan de andere kant, als je snel achter komt te staan, heb je minder mogelijkheden om terug te komen. Dus het is gewoon van het begin af aan scherp spelen. Vanaf 13 april komen Marianne en Mark in actie in het Canadese Fredericton. In de prijzenvallen zou uniek zijn voor Nederland. Maar bij het mixed double curling komen vaker verrassingen voor. En dus worden op de training in Zoetermeer nog even de puntjes op de i gezet. We trainen niet heel veel samen, we trainen wel individueel. En wat we deze week nog willen gaan doen is nog even een paar wedstrijden doen. Om vooral in dat andere denkritme te komen. En wat meer aan het spel nog te wennen. Omdat het toch anders is dan een normale wedstrijd spelen. Dus dat is vooral waar we even naartoe moeten omschakelen. Dus richting het einde van deze week nog een paar wedstrijdjes. Om even in die andere focus te komen.